Heb je wel zelf nagedacht om een eigen goed doel op te richten, zoals de Leonardo DiCaprio Foundation ook? Nee, ik laat dat over aan de professionals. Ik schrijf boeken en ik steun dit goede doel. Eén idee wat de wereld zou verbeteren? Jeetje. Nou, ik denk dat de wereld überhaupt gebaat is bij geen haat. Nou, misschien alle mensen ter wereld bewust maken hoe belangrijk hygiëne is. Dat is iets heel geks, dat vinden wij heel normaal. Je handen wassen en schoon leven. In heel veel landen is dat niet normaal. Zijn ze zich niet bewust van de problemen die ze daardoor veroorzaken. En geen oorlog meer. En dat men gewoon respect heeft voor elkaar, liefde voelt voor elkaar. Ik denk als je dat al kan bewerkstelligen, dat de hele wereld beter wordt op alle vlakken. Er is niet echt iets voor te maken, hè? Dat is meer iets. Nou, je kan wel de mindset van mensen misschien maken. Ik denk dat zou ik een beter streven vinden dan een apparaatje maken wat dit of dat doet. Want ik denk dat daar heel veel ellende begint. Dan zou ik religie afschaffen. Ik denk dat dan uiteindelijk er wel, misschien andere problemen, maar minder problemen zullen zijn. Ja. In naam van religie gebeuren er de meest gruwelijke dingen en worden oorlogen gevoerd. Als jij onbeperkt geld zou hebben om aan een goed doel te geven, wat zou je er dan mee doen? Nou, ik heb gezien dat geld wat bij Wortel terechtkomt, dat op een ongelooflijk goede manier ten goede komt aan kinderen die gestraneerd zijn geraakt in hun ontwikkeling in voormalige oorlogsgebieden. En daarvan heb ik gezien dat ze het hun kans om op te groeien als evenwichtige volwassenen ongelooflijk is toegenomen. Dus daar zou ik dan nog meer geld aan besteden als dat toch onbeperkt is. Heb je wel zelf nagedacht om een eigen goed doel op te richten, zoals de Leonardo DiCaprio Foundation ook? Nee, ik laat dat over aan de professionals. Ik schrijf boeken en ik steun dit goede doel. Maar om een eigen goed doel, dat beter gaat niet. Zo'n Leonardo DiCaprio Foundation. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb aangehaakt bij het WKZ, Wilhelmina Kinderziekenhuis, bij het Diabetesfonds, Stichting Eet Met Je Hart voor Eenzame Ouderen. En nu voor Simavi. Maar dat is zo'n goed doel. Dat is zo concreet en zo goed georganiseerd. Het geld gaat eigenlijk direct naar concrete doelen. Ja, dat kan ik in mijn eentje niet organiseren. Daar heb je iemand als Ayet voor nodig die dat goed organiseert. Dus daar haak ik graag bij aan.